Het is tijd voor een Game Kings extra. En vandaag een hele speciaal, want het is vandaag een soort van drukkig op kantoor. Ja, gezellig. Ik wil zeggen dat er veel mensen langs Katzita gaan gebeuren. Oh, het is niet wat ik dacht. Er komen veel mensen langs. Pascal, die zegt van waarom ben je hier eigenlijk? Jij belde mij met een geheime opdracht. Nee, we gaan leuke foto's maken vandaag. Ja, we gaan inderdaad een... Kijk, het seizoen begint weer. Voor ons begint de productie eigenlijk nu al, maar morgen, volgende week vooral. En we willen een aantal foto's maken. En het is altijd heel moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen, wat me ook dus niet gelukt is vandaag. Maar ik wil toch een aantal sterren van de show hier op kantoor hebben. En één daarvan is Pascal. Yes! En terwijl we aan het wachten zijn dat we naar de opnames, want in de studio is Steven bezig, samen met Marcella en met Jelle. Oh, gezellig. En Marcella is er ook inderdaad weer, gezellig. En liet hij mij iets zien? Wat liet je mij zien? Ja, ik ben ondertussen in afwachting van het wat gedaan gaat worden, ben ik een nieuw gamepje aan het testen eigenlijk nog. Het zit eigenlijk nog in de testfase. Ja. Het is een game van Mooncube, het heet Blast Ball. Mm-hmm. Het is een game die ik speel op de iPad. En ik ben uitgenodigd, of uitverkocht. Het is een Belgische game, hè? Het is uit een Belgisch, klein Belgisch studiootje. En het richt zich een beetje op mensen die heel erg van Bejeweled houden en Candy Crush, maar het is net intelligenter. Ja. Dus niet voor mij, zullen de kijkers nu zeggen. Ja, misschien. Ja, het is een inkoppingje natuurlijk. Ja. Maar het is best wel leuk. De game komt volgende week uit. En het gaat erom het is eigenlijk een kruising tussen Bejeweled en Candy Crush en 4 op een rij, maar dan met 5 op een rij. Je moet combinaties maken van ballen in dezelfde kleur, moet je op een rij zetten. Dan floepen ze weg, daar krijg je punten voor. Sommige ballen die krijgen een extra functie, zoals de mogelijkheid om een andere bal van kleur te laten veranderen. Of om een blokje waar 4 ballen in passen te roteren. Zet even die Titanfall. Dat wij van Titanfall op Titanfall gaat hard hier. Jengel. Die ligt daar, dude. En dat is hier. Daar, met al die knopjes. Ja, ik zal even Titanfall wat zachter zetten. Zo, mute maar. Zo. Hoppa. Hoppakee. Maar, ga verder. Ja, en ik moet zeggen, het is best wel verslavend ook. Als ik wakker word, dan behoort het tot het rijtje dingen wat ik even doe voordat ik mijn bed uitkom. Even een potje blastbal. Maar dat kom jij dat jij de ene beste bent ter wereld op dit moment? Met de uitzondering van de jongens die het hebben ontwikkeld inderdaad, sta ik wel hoog in de rankingen. Dat is echt wel leuk. Er zijn een aantal collega gamesjournalisten uit België en Nederland die hier bij betrokken zijn, die dit een beetje op proef spelen en dan hun feedback doorsturen naar Mooncube. En dan komen er wat kleine aanpassingen en zo. Ja, het is een Belgisch game. Ja. En ik denk dat we er misschien eens langs moeten gaan. Dat lijkt me hartstikke leuk. Want het is goed in België. Ze hebben lekker eten, lekker drinken. Het zijn aardige mensen. En ze maken dus nu ook hele leuke games. Ja. En wij gaan verder met Titanfall spelen tot de andere jongens er zijn. Ja, ik niet. Ik ga even blasballen natuurlijk. Ja, dat je nou met jou gaat posten filmen? Zou ik dat doen? Jezus. Oh, je draait al. Ja. Hartelijk welkom bij het eenmalige Game Kings item. Ra, van wie is dit? Is deze urinespa? Ra, urinespa. Ja. Nou, dus ik heb 3 keuzes. Nou, dat gaat het niet worden, niet. Nee? 1. Wie is het? Moet je nog op je knie of niet? Ik gok dat het van Jelle Kunst is. Waarom? Ja, omdat er een haar in drijft. Raak je geen worst? Dat is één pas. Kijk, ben je. Toch gefotoshopt, hè? Zoals dat echt totaal niet in. Kom eens even hier. Jullie krijgen trouwens ook meteen de scoop hier, hè? Want dit is seizoen 15. Al die andere guys, niet meer van de partij. Met ons moet je het gewoon doen. Dit is gewoon Game Kings 2.0. Nou, is geen straf, toch? Nee.
Precies. Nou ja, de rusty hook, dat is inderdaad, dan heb je dus je vinger zo helemaal... Je ziet er ook rusty uit. Best wel ver zo in je kontje. En dan zo... Ah, hij is er, ja precies. Dan is hij rusty. Ja, ja. En dan trek je in één keer eens iemand zo... Niet zo moet het zo mee zo...